omdat het natuurlijk zo ontzettend waait, was het vuur overal. Dus het dak dat sloeg over naar de andere appartementen en was het niet meer te redden. Nou heb je hier op het eiland heb je één spuitwagen. Kon die dat aan? Ja, die tankautospuit is echt onvoldoende geweest voor de brand die zij aantroffen. Dat was gelijk een uitslaande brand. De aanvolgende eenheden die zijn over de pont gekomen. En wegens de storm is dat echt wel bemoeilijkt geweest. Die eenheden komen uit de hele regio. En die kunnen eigenlijk alleen maar de pont gebruiken om hier te komen. Ja, omdat het natuurlijk zo ontzettend waait, was het vuur overal. Dus het dak dat sloeg over naar de andere appartementen en was het niet meer te redden. Er was wel binnen no time allerlei hulptroepen, brandweer, politie, echt geweldig. En die konden ook bijna niet met de stralen tegen de wind in. Dat is echt ontzettend. Eigenlijk heel snel zijn al de mensen die in het appartement woonden naar ons toe gebracht. En zijn we een beetje als opvangplekje begonnen om de mensen in ieder geval eventjes een rustige omgeving te bieden. En een beetje koffie gebracht. En de brandweer en de politie hebben gekeken wie waren er allemaal bij. En hebben ze eigenlijk geconstateerd dat één iemand van het achterste appartement er niet bij was. Dus toen waren er meteen al grote zorgen. Misschien was die buiten, misschien was die verdwaald. Helaas hebben we dat moeten uitsluiten en we komen eigenlijk al tot de conclusie dat deze meneer in het brandgebouw zat. We hopen hem wel daar te vinden en daar zijn we op dit moment naar aan het zoeken. De rollator van hem, die hij altijd gebruikt om de trap op te gaan, die staat onder de trap. Dat is een heel treurig beeld. Ja. Je hebt een heel aantal van de andere bewoners binnen gehad. Hoe ging het met hen? Nou ja, eigenlijk was iedereen relatief rustig. Dat viel mij op. Maar dat is denk ik dan toch een soort modus waarin je terechtkomt. Want het was natuurlijk op dat moment echt afschuwelijk. Er waren ook mensen die dachten, nou ja, ik zit helemaal aan de andere kant. Dus het zal allemaal wel meevallen voor mij. Maar ja, uiteindelijk is gebleken dat het toch het hele appartementencomplex, behalve de lage appartementen, helemaal afgefikt is. Ja. Mensen die in de appartementen hier boven wonen, dat zijn er en beneden dan 13 op dit stuk. Die zijn alles kwijt, huis kwijt, spullen kwijt. Afschuwelijk.